Het is je boy Jorre Bouws hier op jullie beeldscherm met een nieuwe Brawlstar video. Vandaag ga ik echt vet veel opdrachten voltooien, want ik kwam erachter dat ik op mijn tweede account nog best wel wat rewards heb in de Brawl Pass die ik kan vrijspelen. En aangezien ik niet zo heel veel opdrachten heb gedaan de laatste tijd, heb ik behoorlijk wat opdrachten klaarstaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker no-life. Ik ga gewoon eventjes zorgen dat ik een uurtje echt no-life ga spelen. En zoveel mogelijk opdrachten ga proberen te voltooien. Zodat ik de hele Brawl Pass ga voltooien. En als het me niet lukt, ga ik gewoon wat edelstenen bijkopen. Ga ik het op die manier doen. Maar ik ga in eerste instantie proberen het zelf te halen zonder geld uit te geven. Maar dan moet ik nog heel veel krijgen. Want je moet 600 per pad. En ik moet echt nog 15 paden of zo. Dus ik heb nog heel veel tokens nodig. Echt 9000 of zo. Dat is echt wel heel veel. Maar we gaan gewoon ons best doen. En we zien wel hoeveel we gaan komen. Maar voordat we verder gaan, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes of 3000 likes. Zou super tof zijn als het gaat lukken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je mij willen supporten, gebruik de code Bouws in de shop en check Bouws aan mijn kleding op bouws.nl. En mochten jullie trouwens de video van gisteren nog niet hebben gezien, nou, dat zie je nu al. Ik heb gif gekregen. Ja, ziek veel geluk. Ik opende gewoon wat dozen en bam, ik kreeg in één keer gif. Dus ik heb nu een opdracht met gif dat ik 15 potjes moet winnen. Krijg ik 1000 tokens. Dus dat is wel erg nice. En in knokbal, die opdracht heb ik ook bijna voltooid. Daarna gaan we even duo showdown doen. Ga ik die opdracht voltooien of gevarenzone. We hebben in ieder geval nog vet veel opdrachten klaarstaan. Ik ga ze gewoon lekker allemaal mee langs. Eerst doen we even knokbal en ga ik die opdrachten doen. Ik zal eventjes een timer aanzetten. En dan, oké, ik mag 1 uur gaan spelen. Daarna is de voorbij, de pret. Nou, dan is de pret niet voorbij. De timer loopt ondertussen. Ik moet even geconcentreerd nu gaan spelen. Maar na een uur, dan moet ik gaan kopen. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk tokens te verdienen in 1 uur tijd. Dat is zeg maar wat ik wil hebben. Ga even aan de kant, jongen. Ik wil even hier scoren. Dit zijn geen bots, helaas. Dat is wel jammer. Aangezien het natuurlijk wat lager niveau is, dan is het wat minder interessant. Maar we staan nu wel 1-0 voor. Oh, ja. Oké, dat is mooi. Oké, als Edgar nu even daar kills gaat maken, dat zou helemaal mooi zijn. Kill die Squeak dan. Oké, die is nu nog niet dood. Ik kan hier even mijn super in gooien. Oh, nice. Dat waren toch even 2 kills. Als jij eerst die Nani dood gaat maken, dat zou nice zijn. Hier, score maar. Oh, nou, prima. 2-0, uiteindelijk toch nog vrij makkelijk gewonnen. En nu denk ik dat ik die 2 opdrachten wel heb voltooid. Inderdaad, dat waren de 2 knokbalopdrachten. We hebben even 750 tokens erbij. Oh, nou, 770 in totaal. Kijk, dat schiet al mooi op, hè. Ik ga trouwens alle dozen op het eind openen. En we kunnen ook nog allemaal gadgets en sterrenkrachten krijgen. Dus dat is wel heel chill. Maar ik ga nu even duo showdown doen. Of gevarenzone. Hoe lang zijn die maps nog? Oh, we kunnen misschien beter eerst gevarenzone doen. Want daar heb ik veel meer opdrachten in. En daar waren echt 3 opdrachten of zo. En duo blijkt natuurlijk. Oké, we doen eerst gevarenzone. Dat is wat beter. En ja, van edelstenen graai premie heb ik er maar 2. Gevarenzone doen we eerst. Nou, dit is ondertussen mijn 3e potje in gevarenzone. We gaan best wel prima, om eerlijk te zijn. Dit gaat zo makkelijk. We checken hoe we gaan met die opdrachten. Ik heb nog 4 overwinningen nodig. We gaan zometeen zoveel krijgen. Dat is echt heel lijp. Ik druk even op opnieuw spelen trouwens. Want daar had ik ook nog opdrachten van. 10 keer opnieuw spelen drukken. Ik had er al 5 gedaan, maar weet je, op deze manier gaan we nog wat sneller. We gaan gewoon lekker door. Ik zie jullie wel op het moment dat we de eerste gevarenzone opdracht hebben voltooid. Maar dit gaat tot nu toe vrij simpel. Ik denk dat ik nu wel redelijk wat opdrachten heb voltooid. Daar ga ik vanuit. Oké, we hebben nu 2 gevarenzone opdrachten voltooid. Dan moet ik er nog eentje win 5 gevechten van opnieuw spelen. Die heb ik ook al bijna voltooid. En win 15 gevechten ook al bijna. Maar we hebben nog 750 tokens er momenteel bij. Na het volgende potje hebben we er nog meer bij. Dan hebben we nog 2 opdrachten voltooid. Namelijk opnieuw spelen en weer 5 potjes in gevarenzone. Daarna kunnen we duo gaan doen. En dan ga ik daar al opdrachten in voltooien. En dan kunnen we ook weer een andere knokker selecteren waarmee ik opdrachten ga doen. Jee, dit potje is ook weer gewonnen. Ja, we gaan heel lekker. En dat is trouwens ook chill voor de trofeeën. Want bij de 10.000 trofeeën op dit tweede account krijg ik ook de nieuwe knokkers toe. En dan heb ik bijna alle knokkers. Dus qua trofeeën is dit ook echt ideaal. We checken hoe hard we nu momenteel gaan. Oh, trouwens valt me een beetje tegen. Oké, we moeten nog vet wat doen. Ik denk dat ik wel iets ga kopen. We gaan nu met gif spelen. Daarna ga ik denk ik met Brock spelen. Want daar heb ik 2 keer opdrachten van 500. Maar we gaan nu eventjes duo showdown doen. Daar heb ik ook nog 3 opdrachten in. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Gewoon lekker spelen en opdrachtjes voltooien. Maar ik doe de camera even uit. Ik zie jullie zeg maar als het uur voorbij is, zie ik jullie weer. En dan ga ik even een update geven. Dus tot zo. Nou, ik ben ondertussen iets meer dan een uur bezig. 1 uur en 2 minuten om eerlijk te zijn. Dus dat is niet eroverheen. Maar ik heb
niet normaal veel opdrachten voltooid. Nu heb ik er weer 1000 tokens bij. Maar echt, in totaal heb ik gewoon meer dan 9000 tokens volgens mij al verzameld. Dus echt ziek. Kijk, ik moet nog al 1 stukje. Als ik dit stukje nog heb, dan heb ik het gewoon voltooid. Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik ga het nu gewoon helemaal doorspelen. Ik heb al vet veel opdrachten voltooid. Ik heb alle duo showdown, edelstenen graai, solo, gevarenzone. Ik had nu belegering gedaan. Echt ziekelijk veel. Nu moeten we natuurlijk nog even een paar punten verzamelen. Even met de knokker die niet zo moeilijk is in de game mode die niet zo moeilijk is. 100.000 schade moeten we aanrichten met M's. En heb je ook een opdracht of een hier. 100.000 schade in premie. Ja, dan doen we eens M's in premie. Moet ik 100.000 schade doen. En dan heb ik de hele Brawl Pass voltooid. Dus dat ga ik nog eventjes snel doen. En dan is het gewoon gelukt zonder geld uit te geven. Dan heb ik meer dan 10.000 tokens verdiend in 1 video tijd. Dat is echt insane. Oh, dit is eigenlijk prima. Want hier kan je heel makkelijk ziek veel damage doen. Dus ik ben hier eigenlijk alleen maar blij mee. Ik ga ook gewoon niet weg. Oh, ik kan misschien beter wel wegjumpen. Maar je kan wel lekker makkelijk damage doen op deze manier. Oké, nu ga ik wel wegjumpen. Ik zie jullie zo meteen weer. Oh, we zitten vast. No! Dit is wel echt stom. We staan wel voor, maar we kunnen helemaal niks. Alleen die Edgar die kan wegjumpen. Nou, ik zie jullie zo meteen in ieder geval weer. Oké, we gaan dit potje gewoon winnen. Maar ik heb al met al toch nog redelijk wat damage gedaan volgens mij. Dus ik denk dat ik nog wel 30.000, 40.000 damage heb gedaan. Ondanks dat dit wel echt een hele rare map was. Hoeveel damage hebben we gedaan? Oh, 37.000. Dat valt mee. Ik wou trouwens gewoon een potje premie doen. Ik deed per ongeluk de Oh, je kan niet anders. We moeten deze premie doen. Nou, dat is prima. Dan krijg je gewoon de hele tijd random maps. Helemaal prima. Dan ga ik op die manier die opdrachten voltooien. Maar ik denk na 3 potjes dat ik die opdracht wel heb voltooid. Dus dat is nog eventjes 5 minuten werk maximaal. Nou, als het goed is, is het nu eindelijk afgelopen. Ik heb nu alles voltooid. Ja, inderdaad. Die 2 opdrachten, die moest ik eventjes hebben. Dat betekent 500 erbij. En dan hebben we nu de hele Brawl Pass uitgespeeld. Lekker, 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 lekker. En dan is het nu gewoon tijd om al die rewards te claimen. Eens kijken wat we eruit gaan krijgen. Nu hoop ik wel dat het allemaal waard was. Nee, M's ga ik nog niet. Ik ga al deze inpunten zetten op Griff. Dan kan ik Griff misschien al richting maximaal level krijgen. Of in ieder geval al in de buurt. Dat kan al gebeuren. Hier hebben we nog 500 punten. Hier hebben we nog 500 punten. Ja, dan ga ik Griff sowieso maximaal level krijgen. Dat kan haast niet anders. Ik zal hem meteen even gaan upgraden. Want dan kunnen we ook meteen eventueel een gadget of sterkkracht van hem krijgen. Griff, 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 Griff. Oh ja, dat is natuurlijk een epische. Dan kan ik hem denk ik kracht level... Oh, 8 al krijgen. Ja, ik heb hem al bijna maximaal level. Ik denk 1 megadoos en dan heb ik ze allebei al maximaal level. Maar oh, Emsa heb ik nu al. Oh, sterker nog, 2 knokdozen. Dat is al voldoende. Dan ga ik gewoon nog een knokdoos openen. Oh, we krijgen een gadget van Rico uit de knokdoos. Echt, mijn geluk op mijn tweede account de laatste tijd is niet normaal ziek. Andere knokdoos. Kijk, oh, krijg 5. Dan hebben we nog een knokdoos. Nee, dat hebben we dan weer niet. Dat is dan wel weer jammer, hè? Dat is dan wel weer jammer. Ik wou gewoon eventjes zorgen dat ik eventjes een paar punten kreeg... zodat ik Griff kon upgraden naar maximaal level. Maar daar hebben we dan nu een grote doos voor nodig. Ah, in principe is dat ook niet zo heel erg. Top, dan kan ik ze nu allebei upgraden naar maximaal level. En dan kan ik dus sterke krachten van Griff en Ems nu ook gaan krijgen. Ja, ik heb nu nog alleen maar dozen staan. Dat is wel nice. Dus dan heb ik weer alles maximaal level op mijn tweede account. Griff ook gewoon meteen. Ik heb hem nog maar net meteen maximaal level. Dan gaan we nu dozen openen. Oh, hier had ik nog een reactiepakket. Gaan we die nog even openen. Een hele verdrietige Griff en Leon en Belle. Wel nice dat we meteen een reactie krijgen voor Griff. En natuurlijk de Buzzkin, stoere Buzz. Die hebben we dan toch ook nog even vrijgespeeld. Maar laten we nu maar dozen openen. Ik ga eerst de grote doos openen. Daarna de megadozen. Maar ik zei het, mijn geluk op mijn tweede account is on point. En we krijgen meteen de gadget van Griff, een spaarvarken. Op mijn hoofdaccount heb ik daar zo lang op moeten wachten op die gadget. Dat is echt niet normaal. En we krijgen nu alweer wat. Weer een gadget. De gadget van Lou. Oké, dat is ook wel nice. Dus als een tegenstander in de bevriesgebied bevindt van Lou, krijgt hij meteen 50% zeg maar van de bevriezen erbij. Dus dat is wel ziek. 3 keer op een rij? Dat helaas niet. Maar 2 keer achter elkaar uit de grote doos is al behoorlijk ziek. Ik denk dat we trouwens ook nog wel 1 sterrenkracht gaan krijgen. En oké, we krijgen nu weer een gadget. 3e gadget alweer. Oh, dit is echt niet normaal. De nieuwe gadget van Pam, die had ik blijkbaar ook nog niet. Dan hebben we nu nog 1, 2, 3, 4, 5 megadozen. Nou, daar moet wel 1 sterrenkracht in zitten. Van of Ems, of van Griff. Dat kan toch haast niet anders. Nou, nog niet uit deze. We hebben er nu nog 3.
Ja, weet je niet? Zul je zien dat ik alleen maar iets ga krijgen uit de grote dozen die ik heb gekregen en niet eens één uit de mega doos? Oké, toch nog iets. Sluiten we nog af met de sterrenkracht van Gif of Ems. Daar gaan we achter komen. En het is weer een gadget. We hebben toch even 4 of 5 gadgets of zo gekregen. En dit is de nieuwe gadget van Gil, die tornado. Die is ook wel echt heel vet om eerlijk te zijn. Dan heb ik toch even de hele Brawl Pass voltooid. Zijn mijn knokkers weer mooi wat omhoog gegaan. En heb ik bijna mijn hele tweede account weer maximaal level. Ik moet alleen nog stoel krijgen. Maar ja, ik heb weer mooi wat trofeeën erbij gekregen. Dus we zitten nu op de 850 trofeeën. Maar we gaan richting die 10.000. En dan heb ik Stu en dan moet ik natuurlijk met het volgende seizoen ook de nieuwe knokker Ash vrijspelen. Maar dat komt dan wel. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!